internationale kinderfeest. En er is echt superveel te doen. Er zijn allerlei spelletjes en er wordt gedanst. Er worden allerlei creatieve activiteiten gedaan. Aboriginal kunst en kalligraferen. Echt van alles is er te doen. En vandaag zijn we ook met kinderen op pad geweest om hier een reportage te maken. Wie bent u? Ik ben Nanneke Bastiaan. En ik geef hier een workshop vandaag. Nou, leuk. En wat doet u hier? Ik geef een workshop dat heeft te maken met het internationale kinderfeest. En heb ik gekozen voor kunst uit Australië, de Aboriginals. En wat zijn de Aboriginals? Aboriginals zijn de eerste mensen die eigenlijk in Australië woonden. En die zijn ook best wel een beetje weggejaagd. Maar gelukkig wonen er nu ook nog mensen en kunnen ze hele mooie kunst maken. Maar waarom deze activiteit? Nou, omdat het ook een activiteit is die goed past bij het feest, hè, internationaal. En dit is iets wat klein is en wat ook snel klaar is. En wat misschien kinderen nog nooit gedaan hebben. Hoi, ik ben Barbara. En wat doet u allemaal? Ik geef vandaag dansworkshops hier. En vandaag geef ik Bollywood dans. Wat is Bollywood dans? Bollywood dans komt uit India. En dat wordt heel vaak in films gebruikt. En dat is vaak met veel kleur en emotie en veel drama. Wat doen ze met drama? Drama betekent dat je heel erg in je gezicht laat zien hoe je je voelt. Dus of je heel erg blij bent. Of heel verdrietig. Ja, inderdaad. En vaak gaat het over liefde, dus dat de een de ander wilt en de ander wilt de ander niet. En dan denk je, oh nee! En dan gaan ze ineens dansen. Hi, wie bent u? Ik ben Maria. Ik ben hier om te gaan kalligraferen. Ik doe dus echt kalligraferen en dat is tekenen met letters. Want iedereen kan wel schrijven, maar als je gaat kalligraferen moet je elke letter tekenen. En dat is heel speciaal, het is ook een kunst. En dat probeer ik nou de kinderen die vandaag hier langskomen om dat te leren. Onze computer gaat toch veel sneller? Dat is een goede vraag. Maar weet je wat het is? Als jij achter de computer zit, of jouw collega, of iedereen die hier achter de computer zit, die maken allemaal dezelfde letters. Maar ga je kalligraferen met zo'n mooie platte pen, met zo'n platte punt eraan, heeft ieder zijn eigen handschrift. Want iedereen doet het een beetje anders. Dus dat is de kunst. En dan maak je een soort handtekening. Iedereen heeft zo zijn eigen manier van schrijven. Is het geslaagd vanmiddag? Ja, het is super geslaagd. Het overtreft zelfs alle verwachtingen, want er zijn veel meer kinderen dan bij de eerste editie. Dit is de tweede keer dat we het Internationaal Kinderfeest Oosterwijk organiseren. En we konden 90 kinderen kwijt, maar er staan er nog echt 20 of 30 hier te wachten op een plekje. En die gaan we draaien naar een plekje buiten om lekker spelletjes te doen en zo. Dus iedereen krijgt een plekje vanmiddag. Welke organisaties uit Beverwijk en Heemskerk namen nou deel aan dat kinderfeest? Ja, er zijn ontzettend veel. Vanuit Beverwijk zijn er het Centrum voor de Kunsten Beverwijk, de Bibliotheek Eimond Noord, het Kennemer Theater en Stichting Welzijn Beverwijk. En vanuit Heemskerk zijn dat Met Heemskerk en Cultuurhuis Heemskerk. Dus dat zijn volgens mij 6 organisaties die dit georganiseerd hebben.